Mijn naam is Devin, ik ben 22 en ik kom uit Zevenbergen. Wat ik leuk vind om te doen in mijn vrije tijd is gamen. Zeilen vind ik erg leuk om te doen. In de natuur zijn vind ik nog steeds leuk doen. Ik heb nog steeds een enorme passie voor dieren. Dus daar ben ik ook nog wel eens mee bezig, maar meer met dingen opzoeken en zo. Ik ben nog student aan Marlijn Academie. Ik studeer allround medewerker IT systemen en devices. En daar ben ik terecht gekomen nadat ik ben uitgevallen op het reguliere mbo. Problemen ben tegengekomen en toen ben ik daar eigenlijk met open armen ontvangen. En sinds kort ben ik dus veel bezig met Cities of Learning, met het platform. We zijn ons eigen platform aan het opstellen voor Marlijn Academie. En ben ik sinds vorig jaar oktober erg veel aan het reizen. Ik ben ondertussen, mijn eerste reis was naar Litouwen, een leiderschapstraining heb ik daar gevolgd. Ik heb ondertussen daar 3 trainingen van gedaan. Ik ben net terug uit Roemenië. Ik ga volgende week weer naar Slovenië. Er zijn ontzettend veel kansen. Ik ben meer weg dan dat ik thuis ben. Waar ik het beste leer en op welke manier ik het beste leer is door het te doen. Niet zozeer praktijkonderwijs, maar wel door de vaardigheden die ik aan het leren ben, door die ook echt uit te oefenen. Ik moet echt iets doen om het vervolgens ook te kunnen begrijpen. Ik hou er niet van om 24/7 in een schoolbank te zitten en alleen maar schrijven en samenvattingen maken, verslagen maken. Dat vind ik niet zo leuk. Maar de manier waarop ik het nu doe, dus door echt de dingen aan te pakken en echt de hele dag bezig te zijn, ook met Cities of Learning, dat gecombineerd, dat vind ik wel erg leuk. Ik heb van de week mijn eerste mijlpaal omtrent de badges bereikt. Ik heb mijn eerste 50 badges bereikt. En in het begin, toen ik net ben begonnen met Cities of Learning, dacht ik, ja, er zit voor mij geen uitdaging in. Ik ga echt geen badges halen. Dat zijn allemaal extra handelingen die ik moet verrichten. Toen begon ik echt wat meer betrokken te zijn bij de organisatie. Zowel met Sandra als met Cities of Learning zelf. En toen ben ik de waarde echt in gaan zien achter de badge. Dus de competentie die eraan vastzit. Sindsdien ben ik echt begonnen met hulp van anderen om echt die badges te gaan halen. Dus ik heb nu mijn eerste 50. En nu op naar de 150. Hoe ik van plan ben om mijn open badges te gebruiken, door ze aan een toekomstige werkgever te kunnen laten zien. Ik kan natuurlijk dadelijk wel heel leuk een mbo-diploma halen, maar dat zegt niks over mijn persoonlijke competenties omtrent samenwerken, overleggen, het werken in een team, het werken in een internationaal team. Een open badge heeft natuurlijk mijn eigen specifieke waarde daaraan, het bewijs wat ik daaraan toevoeg. Ik denk dat dat later voor in mijn werkveld en in mijn professionele leven erg van toepassing zou kunnen zijn. Of mijn ouders, vrienden en familie begrijpen wat ik aan het doen ben? Nee. Zien ze in dat het nuttig is? Ja. Ik denk dat ik nu ondertussen 8 keer ben weg geweest met Cities of Learning. En die beginnen nou wel echt in te zien, oké, het heeft wel een positief effect op Devin zelf. De badge waar ik het meest trots op ben, is de badge van Youth Facilitator. In Spanje heb ik een eigen sessie gefaciliteerd. Dat ging over mentale gezondheid. En de workshop uitvoeren was voor mij niet zozeer mijn nijlpaal, maar wel de reacties die ik achteraf heb gekregen van mensen. Maar ook vragen van andere trainers van, hey, mag ik jouw workshop gebruiken en de training die ik zelf ga geven? En de reactie van de deelnemers, dat was voor mij echt super tof. Dus aan die badge hecht ik wel waarde. Waar Cities of Learning mee heeft geholpen in de uitdagingen waar ik tegenaan loop, is het inleveren van bepaalde verslagen opdrachten. Het daadwerkelijk doen van een opdracht om daar dus iets uit te krijgen. Dat heb ik op het reguliere, formele mbo heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. Ik zag daar de waarde niet van in. Ik zag er geen uitdaging in. Ja, en als ik daar geen uitdaging in zie, dan heb ik er al geen zin meer in. Dan doe ik er ook niks meer voor. Dus
Cities of Learning heeft mij in laten zien van, joh, er kan zo ontzettend veel waarde zitten achter een bepaalde competentie, een bepaald leerpunt. Joh, als je het gewoon doet, dan voel je je daarna een stuk beter. En nou, dat merk ik nu. Die is nog niet zo heel duidelijk wat ik later wil doen. Dus dat vind ik een lastige. Maar ik wil wel jongeren de kans geven die ik nu ook heb. Dus niet alleen in non-formele educatie, maar ook het jongerenwerk wat op mij uitgeoefend wordt. Met die reizen die ik maak, de ervaringen die ik opdoe, de vriendschappen die ik opbouw. Dat heeft voor mij zo ontzettend veel waarde. Mijn wens voor mensen die een beetje net zoals ik een uitdaging hebben met leren en op school blijven, is dat de stigma omtrent non-formeel leren doorbroken wordt. Als ik kijk naar de reacties van mensen, als ik ze zeg dat ik op non-formele educatie zit, dan krijg ik hele rare gezichten. Dan zeggen ze, zit je op non-formele educatie? Maar je bent toch niet gehandicapt? Nee, dat ben ik ook niet. Maar ik heb wel bepaalde uitdagingen die bij mij op het reguliere mbo dus niet verholpen kunnen worden, die dat in non-formele educatie wel kunnen. Wat ik zou mee willen geven is, probeer het gewoon. Want je komt er echt wel.